Goedendag allemaal en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Beunen met Boten. Je kijkt alweer naar de vijfde video in een reeks waarin we een oude motordekschuit proberen op te knappen, echt te restaureren als het ware, en te herstellen in oude glorie. Vorige week hebben we heel de machinekamer leeggesleuteld en deze week gaan we verder met het ijzerwerk. Hey, mijn naam is Dirk en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe update over onze motordekschuit. In de vorige video zagen we al dat er heel veel ijzerwerk aan zit. Er zitten diverse gaten in. Er zijn allerlei kliknagels verdwenen en er staan gewoon platen open uit elkaar waar de last gewoon van verdwenen is. Dus we hebben nog genoeg te doen. Maar ook kregen we het roer niet los. Nou ja, jammer. En terwijl ik nog een poging doe het roer los te krijgen, begint Guus alvast met het oplassen van de kliknagels aan de bakbordzijde. Zo, die Guus is echt lekker bezig. En terwijl hij lekker bezig is, heb ik Bokkie ingeschakeld om het roer los te krijgen. En jullie kennen Bokkie allemaal nog van de laatste Kepler video, waarin hij ook langskwam en wat speelgoed meenam. En ook deze keer telt Bokkie niet teleur. Oké, gewoon doorgaan. Zo, dat roer is onderuit. En het is geen overbodig luxe hier eens goed naar te kijken. De roerkoning bijvoorbeeld is op sommige punten flink verjongd. Nou, we hebben nog een stukje dag over en dus besluiten we om de koelpijp er ook nog af te halen. Bokkie heeft namelijk aangeboden hele mooie nieuwe te maken. Super tof! Die gaten, joh.
Kijk hem staan, jongen. Kijk, dat schiet lekker op. Ook die koelpijpen zijn er onderuit en we hebben zelfs nog een klein stukje dak over. Nou, die kunnen we dus mooi gebruiken om verder te gaan met die klinknagels en die openstaande naden daar zo'n bakboord. Nou, als we dat vandaag nog afkrijgen, ja, dan hebben we toch wel een productieve dag gehad. Nou, Erik Boestaaf is zojuist naar huis gegaan, want ik moet morgen weer vroeg werken. Net als de rest waarschijnlijk en ik ook. Ik neem de werkzaamheden even over. We gaan kijken of we in ieder geval de bakboordkant af kunnen krijgen. Dus ik zou zeggen, volle bak aan de gang. Hier op de bakboord hard zijn nou alle klinknagels die opgelast moesten worden, die zijn opgelast. Het enige wat nu nog overblijft zijn hier dan deze lastnaden die helemaal weg zijn. De kim is ooit gedubbeld, dus er is al een dubbelplaat opgezet en ze hebben hier ook een strip onder langs het vlak gelast. Dus het is weggesterkt. Alleen die lastnaden die hier dus liepen, die zijn dus helemaal weggeroest, gevreten, hoe je het wil noemen. Nou, die ga ik dus eerst schoonslijpen en een beetje inslijpen. En dan leg ik er een diepe las op, zodat we goede inbranding hebben. Daarna dat die dikke las erop ligt, dan ga ik er een keer met een slijptolletje overheen. En dan is het klaar voor vandaag. Ik heb meer werk gevonden. Dus ik braai ook gelijk maar even. Kijk, dit is natuurlijk zwaar vooral staal, maar eigenlijk zou je dat gewoon met een elektrode eraf moeten pakken. Maar mijn elektrodetank is kapot. Ik pakte een beetje de tankje eraf en de hele koperen draad was gecorrigeerd. Dus dat gaat niet worden. Dus probeer het maar gewoon zo goed mogelijk schoon te slijpen. Ik merk dat als je er gewoon eerst één keer overheen gaat om als het ware al het vuil erboven te pakken. Ja goed, en daarna een keer een beetje schoon slijpen, nog een keer eroverheen gaat. Dan zit het toch behoorlijk nog dicht volgens mij, dus dat ga ik bij deze doen even een keer over. We'll be right back.
Het is klaar voor vandaag. Het is alweer 12 uur geweest en morgen om 6 uur weer eruit om te werken. Dus ik braai er een einde aan. Tot morgen. Nou ja, je zag het waarschijnlijk al wel. Ik was aardig moe. Ik zat er eigenlijk zeg maar gewoon best wel doorheen. En na een kort zwoel nachtje mocht ik weer aan de bak bij de baas. Niet alleen ik, hè, want dat geldt ook voor Bokkie en voor ons Guus. Dus ja, iedereen had het even pittig. En ook vanavond staan zij gewoon weer klaar om mij te helpen. En deze keer om de schroef eraf te halen. Go. Oh ja, wacht, spoelie trekken erop. Hij is echt helemaal verrot ook gewoon. Jammer joh. Nou, die achterste lagerbus die hier zit zitten, die gaan we er dus niet uithalen. Ik heb net eventjes gekeken en hij zit echt moer en moer vast. Het is bovendien niet echt een probleem, want ik heb ook even gecontroleerd op speling en die kan ik niet vinden. Wat wel een probleem aan het worden is, is dat er steeds meer werk bij deze boot tevoorschijn komt. En ja, ik heb die loods maar voor een bepaalde tijd. Dus ja, vandaar de keuze, zeg maar, de schroefas er gewoon via de binnenkant uit te halen. En deze ja, lagerbus maar gewoon te laten zitten voor ooit een andere keer. Ja, ja, jongens en meisjes, dames en heren, het is zover. Dit is het einde van de update, helaas.
Ja, meer kon ik er niet van maken, want ja, ik ben niet de beste zeg maar, met editen en zo. En het kost me ontzettend veel tijd om zo ver te komen als dit, hè, om weer een kwartiertje film in elkaar te flansen. En dat is ook gewoon de reden zeg maar, waarom dat we in de zomer zo hard hebben geklust en dat er nu pas zeg maar, de updates online komen. Nou ja, goed, in ieder geval wil ik jullie echt bedanken voor het kijken. Echt super tof. En ik wil jullie ook vragen om weer een duimpje omhoog te doen als je het een leuke video vond. Want dan weten wij ook weer waar we het voor doen. Nou, mocht je deze projecten leuk vinden om te volgen, dan kan je altijd abonneren. Zodat je gewoon automatisch op de hoogte bent van onze updates. En ik hoop jullie allemaal weer te zien in een volgende video. Houdoe!